Dankzij opgravingen weten we dat de zoetwatervis Aesox Lucius al in de Romeinse tijd op het menu stond. In de middeleeuwen werd de vis zelfs als een exclusieve lekkernij beschouwd en opgediend in een grote schaal met zoveel saus dat het leek of de vis erin zwom. Tegelijkertijd staat deze roofvis van oudsher ook bekend als een vraatzuchtig monster. Het feit dat hij zijn soortgenoten eet, deed zijn reputatie ook geen goed. Over zijn formaat deden vaak de wildste verhalen de ronde. Zo zou er in Duitsland in 1497 een vis zijn gevangen met een koperen ring waarop stond dat de vis in 1230 was uitgezet. Deze stokoude vis was bijna 6 meter lang en woog 159 kilo. Maar dat is waarschijnlijk een fraai staaltje visserslatijn geweest. In werkelijkheid zijn er nooit exemplaren zwaarder dan 25 kilo en ouder dan 30 jaar gevangen.